Ik ben Lies Verstraeten, bekkencoördinator voor het IJzerbekken. In ons lokaal overleg voor het kustgebied gaan wij op zoek naar antwoorden op watergerelateerde uitdagingen. Gaande van wateroverlast, over watertekort tot het verbeteren van de waterkwaliteit. Beide zijn trouwens nauw met elkaar verweven. In lange droge perioden dan krijgen we een verhoging van, het zoutgehalte in de polderwaterlopen, of ook verzelting genaamd. Met de klimaatverandering merken we dat deze lange droge perioden steeds vaker voorkomen, wat onze kustregio kwetsbaar maakt voor een tekort aan zoet water. Dat zoete water is heel belangrijk voor de sector landbouw en ook voor drinkwaterproductie. Een project als Stopzuil die biedt antwoorden om die zoetwaterbeschikbaarheid in de ondergrond te vergroten. Een specifieke toepassing van dit Topzuilproject is de geschiktheidskaart voor infiltratie in zanderige kreekruggen. De nieuwe verzeltingskaart die toont meer in detail nauwkeuriger waar in de ondergrond brak water ondiep voorkomt. Als we dat samenleggen met de bodemkaart, dan zien we welke zones geschikt zijn om in de winter water te gaan laten infiltreren om dat later opnieuw te gebruiken. Ten slotte kunnen we de resultaten van het Topzuilproject ook gebruiken om het pijlbeheer in de polders te gaan fijnregelen en op zoek te gaan naar de geschikte zones voor pijlgestuurde drainage.